De maan draait om de aarde en doet daar ongeveer een maand over, ruim 27 dagen. Maar die baan om de aarde is niet precies een cirkelvorm, maar een elliptische baan. Dus soms staat die heel ver weg van ons en dan is die klein. Maar op momenten van een supermaan staat die juist extra dichtbij. Het kan soms wel 50.000 kilometer schelen. En dan is die zo'n 10% groter en ook veel lichter te zien. Zeker als het dan ook nog eens volle maan is. En het mooiste moment is natuurlijk op het moment dat hij boven de horizon uitkomt tijdens de donkere uren. Want dan lijkt alles nietig en klein en is die maan ineens supergroot.